de minister is van volksgezondheid is daar gekomen. Ja. En de minister begon aan te geven wat de regering tot nu toe heeft gedaan, wat die resultaten zijn en dergelijke. Maar we hadden gedacht dat de regering zou zeggen van luister nog, op dit gebied zijn we ook tekortgeschoten. En wij gaan, dit is het traject dat we gaan uitzetten om die vijfde golf, ja, en ten strijde te trekken tegen de vijfde golf. Maar dat hebben we niet gehoord. Maar mag ik u even onderbreken? Mag ik u even onderbreken? Als de regering dat niet gedaan had, dan zou men allicht kunnen vragen van, zou de regering doen? Precies, maar dat hebben we gezegd. Toch, regering. En dan geeft de minister toch antwoord op? We hebben in het verleden, heb ik aan, het is nu de eerste keer dat we in het kader van COVID gebeuren, ja, een vergadering daaraan hebben gewijd. We hebben telkens maar keer op keer stellen we vragen. Ja. Maar het lijkt alsof die vraag in Dovema's oren zijn. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. En er wordt maar geen en antwoord gegeven op onze vragen. Vragen worden afgejast. Zo? Ik heb concreet gesteld, concrete vragen. Trouwens, je hebt zelf en mogen volgen. Ja. De vice-president, conform die wet, is er een team. En in die wet is opgenomen dat de vice-president de man is. Mm-hmm. Maar in de praktijk merken we niks, een onvoldoende mate, dat de vice-president zich daarmee bezighoudt. Er is duidelijk gezet in het parlement 1, 2 tot 3 maal toe, president en vice-president, we gaan naar het binnenland en wij gaan met die traditionele gezagdragers praten. Waarom ik dit heb aangehaald in het parlement? De minister heeft zelf aangegeven, het binnenland is een risicogebied. Die binnenlandbewoners moeten we ook aanmerken als ze zijn een van die risicogroepen. Maar waar is het en het beleid?